In de introductie over fotosynthese, in die instructie, hebben we dit plaatje al even gezien. En deze instructie over de lichtreactie gaan we niet alle onderdelen van het plaatje bespreken, maar een gedeelte. En eigenlijk alleen maar dat linker gedeelte. En dat is de lichtreactie, waarbij we dus gaan kijken hoe water ervoor zorgt dat er uiteindelijk zuurstof geproduceerd wordt en hoe NADP plus en ADP kunnen worden omgezet in ATP en NADPH. Hiervoor gaan we even kijken aan de binnenkant van zo'n chloroplast. In het bovenste gedeelte, dat is de thylakoïdruimte, dus dat groenige gedeelte. In het thylakoïd waren die schijfjes. We hebben een fosfolipidemembraan en het rode gedeelte, het stroma. En het stroma was die vloeistof binnen zo'n chloroplast. En er zitten een aantal eiwitten op die erg belangrijk zijn voor deze lichtreactie. We beginnen met fotosysteem 2, een elektronentransportketen, fotosysteem 1, NADP+-reductase en ATP-synthase. En we gaan even stap voor stap kijken welke rol deze eiwitten allemaal hebben in de lichtreactie. En we beginnen bij het moment dat een foton, dat is een lichtdeeltje, fotosysteem 2 raakt. En wat er dan gebeurt is dat water gesplitst wordt in 2 H+ ionen en een half zuurstof. En dit is een notatie die altijd zo weergegeven wordt met een half zuurstof. Je kunt je dus voorstellen op het moment dat er 2 watermoleculen uiteindelijk gesplitst worden in de loop van dit traject, dat er 2 halve zuurstofatomen ontstaan en zo samen 1 zuurstof kan ontstaan. Dus op het moment dat er meer water wordt gesplitst, kunnen we sneller zuurstof maken. En hier komt dus die zuurstof al vandaan. Nou, ook vanuit die splitsing komen er 2 elektronen vrij. En die elektronen gaan heel erg belangrijk zijn in de rest van het proces. En wat gebeurt er namelijk? Die elektronen die doorlopen het transportketen van fotosysteem 2 naar fotosysteem 1 toe. En hierin verliezen ze energie. Ondertussen zorgt die vrijgekomen H+-ionen voor een hoge concentratie in de thylakoïdruimte. En dan hebben we hier een klein beetje vals gespeeld. Hier hebben we al heel veel H+ neergezet. Wat je hier ziet nu is een enorm hoge concentratie H+. Ondertussen krijgen de elektronen weer opnieuw energie, doordat er opnieuw licht valt en nu op fotosysteem 1. En energie kunnen ze uiteindelijk weer gebruiken om via weer een transportketen naar NADP+-reductase te gaan. En hierin gaan ze een rol vervullen waarbij we zo op terugkomen. Ondertussen gaan er H+-ionen via diffusie, omdat er een hoge concentratie is in het thylakoïd en een lage in het stroma, via ATP-synthase naar het stroma toe. En waarom is dat nou zo fijn dat het door ATP-synthase gaat? Nou, ATP-synthase die krijgt dus dan de energie vanuit die H+-beweging om ADP en een inorganisch fosfaat om te zetten in ATP. En ATP, weten we nog, is een energiedragend molecuul die straks belangrijk zal zijn in de donkerreactie. Dus hier hebben we ons eerste energiedragend molecuul al. Ondertussen kan de H+ die de stroom in komt, kan bij NADP+-reductase worden omgezet in NADPH. En dat gebeurt samen met NADP+ en die 2 elektronen die daar al waren. Dus daarom moeten ze NADP+-reductase toe. Zo krijgen we nog een energiedragend molecuul, namelijk NADPH. En hebben we nu NADPH en ATP. En die samen gaan een functie vervullen in de donkreactie, waarbij we in die instructie nog even goed naar gaan kijken. Maar hierin zijn we dus al het voorbereidend werk ervoor aan doen. En die 2 moleculen zullen uiteindelijk in het stroma binnen die donkreactie gaan werken. Wat waren nou de stappen weer eventjes? Even één voor één neerzetten. Het begint dus dat een foton fotosysteem 2 raakt. Water wordt daardoor gesplitst in 2 keer een H+-ion en een half zuurstof. Dus op het moment dat er nog een watermolecuul gesplitst wordt, krijg je een heel zuurstofmolecuul. Vanuit die splitsing komen ook 2 elektronen vrij. En die elektronen doorlopen een transportketen van fotosysteem 2 naar fotosysteem 1 toe. En tijdens dit transport verliezen ze energie. Die vrijgekomen H+-ionen die zorgen dus voor een hoge concentratie in dat thylakoïd. Dus je hebt heel veel H+-ionen in dat thylakoïdmembraan zitten. En in fotosysteem 1 krijgen die elektronen die daar zijn aangekomen, krijgen opnieuw energie, zodat ze opnieuw via een foton vanuit licht energie kunnen krijgen. De elektronen die worden ondertussen doorgegeven aan NADP+-reductase. En hierin hebben ze die belangrijke taak, die straks bij een latere stap nog terugkomt. H+-ionen gaan door diffusie via ATP-synthase naar het stroma toe. Dit levert de energie om van ADP
plus inorganisch fosfaat ATP te maken door ATP-synthase. H+ wordt vervolgens bij NADP+ reductase gebruikt om NADPH te maken. En dit doet het dus door te binden aan NADP+ met behulp van twee elektronen. En daarmee zijn we eigenlijk aan het einde van die lichtreactie, want die ATP en NADPH die gaan naar de donkerreactie, waarbij ze een belangrijke taak in de omzetting van moleculen gaan hebben. Dus met deze 11 stappen kun je eigenlijk de lichtreactie samenvatten. En het beste is om dat te doen aan de hand van een plaatje. Dus wil je dit een keer oefenen, probeer het zelf eens te tekenen. Of probeer aan de hand van het plaatje die stappen op de juiste plek erbij te leggen.